Goedemorgen, we zijn in het prachtige Middelburg vandaag bij Doodle Audi. En we zijn voor de tweede keer hier. Dus vorige keer is hij getrimd en hebben we alle basisverzorging gedaan. En ja, vrouwtje heeft toch wel een beetje moeite nog met de vacht. En dat is ook niet zo vreemd, want van de buitenkant, weet je, lijkt het best wel een ja, wavy, vooral vliesvacht. Weinig curly, maar toch als je voelt, is dat vlies is zo ja, wollig eigenlijk, dat het toch heel snel gaat klitten. En vooral bij de poten, oh, dat is een tafeltje, vooral bij die poten, dat is heel veel, ja, wol. Dat vind je ook niet leuk hè, aan de pootjes. Nee, dat vind je niet leuk aan de pootjes. Dus we gaan flink die vacht weer even uitdunnen. We hebben nu de rode Activet borstel, dus dat moet al stukken beter gaan dan de groene. En nou ja, we gaan gewoon eens even kijken. En we gaan pas trimmen als we er goed met de kam doorheen kunnen komen. Dus straks het resultaat. Ja? Oh, ja, hij is al van tafel, maar we zien hem wel op de grond hoe die... Oké, even schudden. Goed zo. Kijk, daar is die. Hij is klaar. Nog even checken of alles er nog zit. Goed zo, laat je eens even goed zien. Waar is je bal? Waar is je bal? Ga je bal zoeken. Kom maar. Waar is je bal? Waar is die dan? Waar hebben we die? Daar bij de tafel. Daar bij de tafel. Ja. Daar, tafel, hier. Tafel. Hier zie ik wat liggen. Daar is een bal. Bal, daar, zoek. Daar, hier. Oh. Oké, moet ik hem even op? Zo, 1, 2. Goed zo. Nou, ga even bewegen. Kijk, lekker rank lijfje weer. Mooie beentjes. En stukken korter gedaan, maar dat valt verder helemaal niet op. En het is wel handig, hè, want dit is best een smeerpoets. Nou, helemaal goed. Dan gaan we nu nog even naar zijn nageltjes kijken. En dan laten we hem lekker met rust. Goed gedaan, Audi.